nacht van 23 op 24 december schrok ik plotseling wakker van een geluid in de kamer boven de kelder. Twee personen liepen schuifelend rond en ik hoorde hen fluisteren. Enkele seconden later ging de kelderdeur open en de lichtstraal van een lantaarn scheen de trap af. Monsieur Norsch, et voilà, klonk het zachtjes. De lichtvlek van de lamp kon mij door de knik in de keldertrap niet bereiken en ik probeerde te antwoorden. Door de opgezwollen tong en de droge mond bracht ik het echte maat tot een paar vreemde keelgeluiden. De twee mannen liepen nu de trap af en een van hen zei: Monsieur Norsch, ik ben pater Jean Rousteau. U kent mij niet, maar ik heb opdracht van kardinaal Pinzelli gekregen u te zoeken. Ik herinner me dat de prior zijn naam had genoemd. Pater Rousteau sloeg een arm om mijn schouder en er welden spontaan enkele tranen in mijn ooghoeken. Ik was erg opgelucht dat ze mij hadden gevonden, maar bezorgd om het lot van Michel. Heeft u Michel Tools ook uit handen van de FVC weten te krijgen, pater? Vroeg ik hem moeizaam. Nee, helaas nog niet. Maar we zetten het zoeken in ieder geval voort. Heeft u enig idee waar ze zijn kan? Ik haalde mijn schouders op en schudde nee. De andere man, waarschijnlijk ook een pater, zag dat ik rilde van de kou en gaf mij zijn jas. De twee paters ondersteunden me van twee kanten toen we de trap opliepen en snel werd ik het huis uitgedragen. De laap is Jeruzalem, zei ik tegen Rousteau en wees daarbij naar het huis. Nu niet, komt later. Eerst krijgt u een veilig onderkomen. Nog steeds ondersteund door de twee mannen liepen we naar een kleine auto die op de parkeerplaats bij de bibliotheek stond. Even later reden we in het holst van de nacht en met gierende banden de oude binnenstad uit. Via de Shifit Israel en de Mea Sharim kwamen we in het Bukharian Quarter, waar veel geïmigreerde Joden uit de voormalige Sovjet-Unie woonden. Hier stopte de auto bij een modern ogend gebouw. We zijn er, monsieur Norsch, zei pater Rousteau. Ik kroop moeizaam uit het wagentje en liep met de twee paters naar binnen. Tot mijn grote verbazing zag ik in de hal van het pand de prior staan. Hij liep met uitgestoken armen op me af en zei: O Hugo, wat ben ik blij dat je het er levend van hebt afgebracht. Kom mee, dan zal ik snel een arts bellen om je te laten onderzoeken. Nee, geen arts alsjeblieft. Ik heb liever een groot glas water. Ik omarmde hem, minutenlang. We liepen daarna naar een kamer waar 7 grote leren voor thuis stonden. In één ervan liet ik mij neerploffen. De prior en pater Rousteau namen plaats in de fauteuil naast mij. De andere pater stak een hand naar mij uit en stelde zich in het Engels, maar met een onmiskenbaar Zweeds accent voor als pater Björn Arjeplog. Ik klikte vriendelijk. Een andere pater, die ik nog niet kende, bracht me een glas water en enkele harde broodjes met kaas en frisse sla. Ik had nog steeds het gevoel dat mijn tong en slokdarm waren opgezwollen en nam voorzichtig enkele kleine teugjes van het heldere water, maar mijn keel sloeg direct helemaal dicht en proestend zette ik het glas op tafel. De prior klopte op mijn rug en zei: Rustig Hugo, laat je mond heel voorzichtig wennen aan het water. Hij gaf mij het glas en opnieuw probeerde ik enkele slokjes te nemen. Nu ging het beter en ik kon het leeg drinken. Hoe hebben jullie mij weten te vinden? Vroeg ik aan de beide paters. Nog voor we konden antwoorden, nam de prior het woord. Na jouw telefoontje, waarin je mij informeerde over Michels interpretatie omtrent het boek en het schilderij uit de abdij in Stélé en het feit dat ik in de dagen erna, in tegenstelling tot hetgeen we hadden afgesproken, niets meer van je heb vernomen, begon ik zeer ongerust te worden. Na eerst telefonisch contact met kardinaal Pinzelli gehad te hebben, ben ik zo spoedig mogelijk naar Rome gevlogen om de details met hem onder 4 ogen te bespreken. Je weet dat de telefoonlijnen tegenwoordig niet meer veilig zijn. Pinzelli heeft na ons gesprek pater Rousteau geïnformeerd en hem opdracht gegeven jullie beiden te zoeken. Helaas dus te laat voor Michel. Overigens weten Pinzelli, Rousteau en Arjeplog van jullie relatie.
dat kon ik hen in de huidige situatie niet langer verzwijgen. Vanuit mijn fauteuil tegenover de paters en de prior schaamde ik me, maar ik zag gelukkig dat pater Rousteau een vriendelijk knikje met zijn hoofd maakte. De prior vervolgde. Vanuit Rome is het me met behulp van het Vaticaan gelukt om snel een visum voor Israël te krijgen. En gisteravond ben ik hier aangekomen. Nou, de rest weet je. Pater Aieplok stikte met een vinger op mijn knie en zei: vertel nu eens precies wat er allemaal is gebeurd, Hugo. Ik besefte maar al te goed dat we snel moesten handelen. Wilden we Harold nog kunnen stoppen? In het kort vertelde ik de essentie van het verhaal. Na afloop ervan viel er een grote stilte waarin ieder zijn eigen gedachten vormde. Na enige minuten stond de prior op en zei: ik stel voor dat we als volgt handelen. De FEC is niet meer te stoppen. Indien we nu nog de regering van Israël informeren omtrent de ondermijning van het tempelcomplex, dan breekt onherroepelijk de pleuris uit, als ik het zo mag uitdrukken. Harold zal ongetwijfeld direct het commando geven om Jeruzalem op te blazen, dus dat moeten we maar niet doen. Allereerst moet Hugo zo snel mogelijk vandaag nog het land uit, want over 14 uur is het 25 december en dan lukt het niet meer. Het probleem is dat de luchthaven ongetwijfeld door de Keltische broeders wordt bewaakt. Ik stel voor dat Björn Hugo beleidt naar Jordanië en vanavond nog naar Amman het vliegtuig naar... dat weet ik nu nog niet, maar ik zal het regelen. Willen jullie vanaf het vliegveld eerst nog even contact met mij opnemen? Björn knikte ter bevestiging. Oké, dan stel ik voor dat Jean de situatie hier in Jeruzalem onder de loep neemt. Eventueel moet je nog snel bijzondere kostbaarheden van de diverse kerken veiligstellen en deze en gene informeren. Jean, je krijgt hiervoor alle mandaten. De pater knikte naar de prior, stond op, liep naar de deur zonder iets te zeggen. Wacht even, Jean. Ik wil je echter nadrukkelijk vragen om naar Michel Tools te blijven zoeken. De prior draaide zijn hoofd, keek mij aan en zei: Hugo, ik weet dat je eigenlijk liever hier in Jeruzalem blijft, maar je moet het aan Jean overlaten. De FVC kent je en het risico zou te groot worden. Een volgende keer laten ze je direct onthoofden of weet ik wat. De gedachte om Michel hier in Jeruzalem bij het beest achter te laten was bitter, maar de prior had gelijk en ik moest me erbij neerleggen. De ster Alsem was mijn lichaam ingeslagen en alle gedachten waren Alsem geworden. Bitter waren ook de tranen die ik de rest van mijn leven zou geven bij de herinnering aan Michel. Ik herinnerde me haar woorden die ze eens in de citycorder tegen me zei. Verlangen naar elkaar is slechts een chemisch trucje van de natuur. Voor mij was het betoverende alchemie en was verlangen de door het felle salpetersuur van de liefde ingeëtste onweerstaanbare motor van vereniging. Prior had intussen zijn agenda gepakt en bladerde onrustig door het telefoonregister. Ja, ik vertrek direct naar jullie telefoontje uit Amman naar Rome om de paus te informeren over de opstanding van de antichrist, zei hij. Doe nu wat we hebben besproken en mogen God met ons zijn. Ik stond op en omarmde de prior en zei: bedankt, pater prior, voor alles wat u voor mij heeft gedaan en betekent. Ik hoop u zo spoedig mogelijk weer te zien. Ik kuste zijn beide wangen. Dat zou wel eens ver in de toekomst kunnen worden, Hugo. Hij gaf me een bemoedigend schouderklopje en liep toen naar een ouderwetse analoge telefoon om Pincelli in Rome te bellen. Ik voelde me nog steeds niet helemaal fit, maar pater Aieplog maakte al aanstanden om te vertrekken. Heb je je paspoort bij je? Vroeg hij mij. Verrek, dat ligt nog in Hotel Nefatim. Kunnen we daar nog langs rijden? Björn trok een jas aan en gaf er ook een aan mij. Dat is goed, maar wees voorzichtig, antwoordde hij. Snel namen we afscheid van elkaar en even later reden Björn en ik in een oude terreinwagen naar Hotel Nefatim. De dienstdoende portier keek heel vreemd toen hij mij, na dagen van afwezigheid, weer eens in het hotel zag. Ik groette hem, vroeg de sleutel, betaalde de rekening en rende vlug de trappen op naar onze kamer.
Snel pakte ik de bagage van Michel en mijzelf, sloot de kamerdeur af en liep via de achteruitgang van het hotel weer terug naar de auto. Björn stuurde de grote auto behendig en scherp door de nauwe straat van Jeruzalem en met gierende banden namen we de bochten bij Mount Zion. Nog één keer kwam ik langs de plek bij de tempelmuur waar de FVC'ers het complex hadden ondermijnd en enkele minuten later reden we op de snelweg richting Jericho om vandaar af de verdraggrens van 1984 naar Jordanië over te steken.